Harry is op weg naar het gala voor de voetballer van het jaar. Het chique trefpunt voor prominenten uit de voetballerij. Harry, alles goed? Oude bekenden groeten elkaar hartelijk en wisselen de laatste nieuwtjes uit. Een Ruud Krol, een Johan Neeskens, een Vermegen. De crème de la crème van de voetbalwereld was gisteravond aanwezig in het centrum van Amsterdam. Waar zijn jongens met elkaar? In Nederland, Engeland, jongens. Wat? Ruud, ja, heel moeilijk. Ja, heel moeilijk, maar... Maar wel winst, dacht ik. Gaan we het winnen? Ja, dacht ik al, ja. Als je de kwaliteit vergelijkt met het Engels elftal, dan zeg ik toch... Nederland heeft iets meer in huis. Het wordt geen makkelijke wedstrijd. Het wordt zeker een moeilijke wedstrijd. Maar met de steun ook van het publiek, geloof ik dat Nederland met 2-1 wint. Ik hou het 2-1. Manager Kees Ploegsma van PSV krijgt een vraag die hem de laatste weken 221 keer is gesteld. Spijt van Romario weg? Mag ik wel vragen, hè, Kees? Een beetje flauw, hè? Nee. Kan niet genoeg gevraagd worden, Kees. Dit is de Jacques Zwart parfum. Ja. Inderdaad, we hebben het echt goed gehoord. Jacques Zwart heeft een parfumlijn. Hiermee treedt hij in de voetsporen van een Alain Delon, Julio Iglesias en Udo Jürgens. Het is niet te hopen dat Jacques ook gaat zingen of acteren. In elk geval demonstreerde hij gisteravond bij vrijwel alle aanwezigen dat het spraymechaniek van zijn parfum in orde is. Helaas was Harry hierna wel genoodzaakt om een half uurtje uit te waaien op de Dam. Hij was net op tijd terug voor de uitreiking van de gouden schoen aan Mark Overmars uit handen van zijn idool Johan Neeskens. Meteen na de plechtigheid bracht Harry een toast uit op de jonge winnaar die aan de gouden schoen een groot nieuw zelfvertrouwen ontleent. Maar... ben jij ook de beste voetballer van Nederland? Dat wil ik even weten. Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Geen twijfel mogelijk? Nee, geen twijfel mogelijk. Er is niemand beter dan Overmars? Nee.